Mijn fascinatie is gebaseerd op twee grote liefdes. De liefde voor de patiënt en de liefde voor het brein. Hier is het brein. En als je die twee grote liefdes hebt, dan past dat perfect bij elkaar. Het is eigenlijk een wonder waarom het altijd goed gaat, in de meeste gevallen althans, met het brein. En er is weinig voor nodig en het gaat niet goed. En de impact is altijd heel, heel groot voor die patiënt en voor de familie van die patiënt. Ja, en daar heb ik mijn hart aan verpand, ooit lang geleden. De ervaring die ik met Erik heb, is dat Erik als hoogleraar meegaat naar een afdeling, wat zeldzaam is. Vaak met een collega of meerdere collega's bespreken. Dan zit hij op de werkvloer en dan hoort hij wat het probleem is. En dan vanuit daar komen er weer 1001 ideeën. Maar dan zegt hij, dan heeft hij heel helder wat er moet gebeuren. Dan worden collega's eigenlijk in stelling gezet van dit moet er gebeuren. En daarin onderhoudt hij altijd heel mooi contact. Hij belt vaak even tussendoor, denk ik. Hij heeft een drukke agenda. Even met de AIO's of degene die promoveren binnen die instelling. Altijd even, hoe loopt het? Hoe gaat het contact? Kan ik iets doen om het contact beter te maken? En dan is hij gewoon bereid, stapt hij op zijn fiets, want hij doet namelijk alles op de fiets. Stapt hij op de fiets en dan gaat hij even weer overleggen als er spanningen zijn. Dus hij is heel erg bezig in de relatie. Daar is hij Erik heel goed in. Altijd op de relatie moet oké zijn, want als die relatie goed is, dan kunnen we grote sprongen maken. En dat kan hij als geen ander. Ik ben heel blij dat we eigenlijk een vierde taak erbij gekregen hebben. Naast acquisitie, geld binnenhalen, schrijven en college geven, dat is valorisatie. Het feit dat je dus eigenlijk teruggeeft aan de maatschappij, die ons ook betaalt uiteindelijk voor ons werk. En dat is echt heel leuk. Je deelt eigenlijk de kennis die je zelf probeert te vergroten en waar je moeite voor moet doen om die kennis te krijgen. Die deel je uiteindelijk weer met degenen die ook zin hebben om die kennis op te doen. Dat zijn onze studenten, maar ook iedereen buiten onze studenten om. En het is natuurlijk echt heel leuk als je dus merkt dat die mensen denken, jee, ja, ik snap het. En wat is dat brein eigenlijk ook fantastisch. Misschien moeten we er inderdaad wat zuiniger mee omgaan. Partners met wie die samenwerkt, Reade, revalidatie, afdelingen voor lichtverstand en beperkte. Hij komt in het concertgebouw, hij komt voor mij nog steeds bij Ajax, hij komt bij de justitie, hij komt in de verpleeghuizen met de verschillende afdelingen. Zijn drive is altijd vanuit de hersenen, wat kan de hersenen beter maken of wat kunnen we doen dat we de hersenen kunnen veranderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen minder pijn hebben of dat ze hun pijn goed kunnen aangeven. Hoe kan ik beter bewegen? Wat allemaal invloed heeft op cognitie, op de hersenen. Daar is je altijd mee bezig. De vraag is nu een beetje, wat is nou de impact van je werk? Hè? Vragen mensen vaak. En ik zeg dan altijd, ik denk dat je er heel bescheiden over moet zijn. Ik denk dat die stapjes die je maakt, dat zijn hele kleine stapjes. Als u kijkt naar bijvoorbeeld de leefstijl, dan zijn er wel mensen die zeggen van ja, het zal misschien wel een generatie gaan kosten voordat je uiteindelijk een verandering in de maatschappij tegenkomt. Dus de spin-off van mijn werk, van ons werk, met al mijn groepen, ik denk dat je echt dat bescheidenheid volstrekt op zijn plaats zet.